Het volgende hoofdstuk heet Het oefenen. Mathilda trof zoals gewoonlijk een leeg huis aan. Haar vader was nog niet thuis van zijn werk. Haar moeder was nog niet terug van de bingo en haar broer kon overal zijn. Ze liep regelrecht naar de zitkamer en trok de la van een kast open, waar ze wist dat haar vader een doos sigaren bewaarde. Ze pakte er een uit, nam hem mee naar haar kamer en deed de deur op slot. En nu oefenen, zei ze tegen zichzelf. Het zal niet meevallen, maar het moet lukken. Haar plan om juffrouw Engel te helpen begon vaste vormen aan te nemen in haar hoofd. Ze had het nu bijna helemaal tot in details uitgewerkt. Maar alles hing ervan af of zij één bepaald ding zou kunnen doen met de kracht van haar ogen. Ze wist dat ze het niet zomaar ineens zou kunnen, maar ze vertrouwde erop dat ze er met een hoop oefening en inspanning in zou slagen. De sigaar was noodzakelijk. Hij was misschien een beetje te dik, maar het gewicht was precies goed. Daar zou ze prima mee kunnen oefenen. In Mathilda's kamertje stond een kaptafeltje met een haarborstel, een kam en twee bibliotheekboeken erop. Ze schoof deze dingen opzij en legde de sigaar midden op het tafeltje. Daarna liep ze weg en ging op de rand van het haarbed zitten. Ze zat nu ongeveer 3 meter van de sigaar af. Ze leunde achterover en begon zich te concentreren. Al heel vlug voelde ze de elektriciteit haar hoofd binnenvloeien en zich achter haar ogen verzamelen. De ogen werden heet en miljoenen piepkleine onzichtbare handjes vlogen als vonken in de richting van de sigaar. Beweeg, fluisterde ze. En tot haar grote verbazing rolde de sigaar met het rood en gouden bandje in het midden bijna onmiddellijk over het tafelblad en viel op de grond. Mathilda had dat met veel plezier gedaan. Het was heerlijk om dit te doen. Het leek of vonken rond en rond wervelden in haar hoofd en uit haar ogen flitsten. Het gaf haar een gevoel van macht dat bijna hemels was. En wat ging het vlug dit keer en zo gemakkelijk? Ze liep door de kamer, raapte de sigaar op en legde hem weer op het tafeltje. Nu wordt het moeilijk, dacht ze. Maar als ik de kracht heb om te duwen, dan moet ik met die kracht toch zeker ook dingen op kunnen tillen. Het is van het grootste belang dat ik leer hoe ik dingen op moet tillen. Ik moet leren hoe ik het ding de lucht in krijg en hoe ik het in de lucht kan laten hangen. Zo'n sigaar is tenslotte niet zo zwaar. Ze ging op de rand van haar bed zitten en begon opnieuw. Het kostte nu niet veel moeite de kracht achter haar ogen op te roepen. Het was bijna zoiets als het overhalen van een trekker in haar hoofd. Omhoog, fluisterde ze. Omhoog, omhoog. Eerst rolde de sigaar een eindje weg, maar Mathilda concentreerde zich intens en langzaam werd één kant van de sigaar een centimeter of twee van het tafelblad opgelicht. Met grote inspanning wist ze hem een seconde of 10 zo te houden. Daarna viel hij weer op de tafel. Oef, hijgde ze. Het gaat. Het begint al een beetje te komen. Een uur lang bleef Mathilda oefenen en tenslotte lukte het haar met louter de kracht van haar ogen de hele sigaar van het tafeltje te tillen en hem ongeveer een minuut in de lucht te houden. Toen was ze ineens zo uitgeput dat ze zich achterover op haar bed liet vallen en in slaap viel. Zo vond haar moeder haar een poosje later. Wat mankeert jou? Vroeg de moeder en schudde haar wakker. Ben je ziek? O jee, zei Mathilda. Ze ging overeind zitten en keek om zich heen. Nee hoor, ik ben niet ziek. Ik was alleen een beetje moe. Sindsdien sloot Mathilda zich iedere dag na schooltijd op haar kamer op en oefende met de sigaar. Al gauw ging het fantastisch. De volgende woensdagavond, precies 6 dagen nadat ze was begonnen met oefenen, kon ze niet alleen de sigaar optellen, maar hem in de lucht alles laten doen wat ze wilde. Het was geweldig. Ik kan het, riep ze. Ik kan het echt. Ik kan de sigaar de lucht inkrijgen met de kracht van mijn ogen en hem overal heen laten vliegen. Nu hoefde ze alleen nog haar grote plan uit te voeren. En of dat gaat lukken, dat horen jullie de volgende keer. Doei!